Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we terug Sims spelen. Ik vind deze serie echt leuk op mijn kanaal. Je hebt mij erin om elke week Sims te spelen. Zoals je kunt zien is mijn Sim nog aan het slapen, maar ik denk niet dat dat nog heel lang gaat duren. Voilà, zeg. Kan ik gedachten lezen of niet? Heb ik vandaag werk? Yep. Ga ik vandaag naar mijn werk? Waarschijnlijk niet. Dus stop met zingen onder de douche. Waarom kan ik niet kiezen om thuis te werken? Ach ja, dan gaan we wel naar werken. Maar ik heb wel honger. Hopelijk kom ik niet te laat. Of ik ben eigenlijk al te laat. Ben ik al te laat? Denk het. Ja, we zijn te laat. Oeps. Dat was ook al een lange tijd geleden dat ze effectief is gaan werken. Aangezien dat ze, voor degenen die nieuw zijn, ze werkt als in de social media branche. Dus ze freelance vaak en nu is ze riooljournalist. Dat is het derde level, denk ik. In die carrière. Ja. Even mijn social media updaten. Wat gaan we dan doen? Ik heb eigenlijk geen idee. We gaan beginnen met, dus allemaal van vroeger, met een yoga sessie. Of nee, eerst een plasje. En dan een yoga sessie. Energie. Zou ik een keer post hebben? Even kijken. Nope. Geen post. Is al beter in yoga? Een beetje. Dit is trouwens echt zo moeilijk in het echt. Oeh, specerijenfestival. Ja, we gaan straks daar naartoe. Of is het hier, in deze buurt, zeggen ze. Ah ja, dat is hier. Oh, leuk. Dan kan ik gewoon naar buiten gaan. Dat is super makkelijk. Dat het gewoon hier is. Oh, ik heb een nieuw wellnessniveau. Ik ga een paar dingetjes oosten, hè. Wijn. Is dat wijnrank? Tuinvaardigheid geleerd. Pizza? Pizza, ja. Drijfjes. Sari, peterselie, tomaatjes. Dat is leuk, dan kan ze zelf dan misschien ooit deze oosten. Allee, planten in mijn eigen. Iemand komt langs. Maar waar kan je dan ingrediënten kopen? Bij het kraampje. Maar wel kraampje. Vier kraampje. Nee, dat is de bar. Nog niet aan mij aan. Waarom is die opeens zo licht? Ik snap het niet aan welk kraampje ze bedoelen. Of is het gewoon eten? Oh,
gaan gewoon iets eten. Ja, en hier kijken of we kunnen onderhandelen. Nope, het is niet gelukt. Paya's gaan bestellen. Geen idee wat dat is, maar... Nee, dat was dus niet dat we moesten doen, hè. Maar nu hebben we eten en dat is belangrijk. Ik weet wel niet om welk raampje ze bedoelt, hoor. Challenge. Dat is eigenlijk wel echt een festival voor mij, maar allemaal eten. Ah, misschien daar spel kopen? Oeh ja. Gaan curry kopen. En saffraan. Ja, dat was wat ze bedoelde. Juppie. We gaan meedoen aan het pittige curryfestival. Hopelijk staat mijn mond niet te hard in de fik. Kijk dan niet zo happy. Dat ziet er eigenlijk echt niet goed uit. Wat is het dus? Oeh, gek! Vuur! Oh, ik heb het niet weten te voltooien. Kijk maar dat er hier een knappe gast is. Oeh, die meneer zit er. Ah, loop niet weg meneer. Waar ben je? Waarom jog je nu? Het is het midden van het specerijenfestival. Loop meneer. Oeh, hij heeft wel een rare kak. Is hij echt een rare kak? Yep. The tour. Ach ja, er zijn er slechter op de Sims. Een beetje babbelen ermee. Misschien klikt het wel. Oeh, hij is fijnproeven, dus hij houdt van eten. Oh, ik heb hem blij kunnen maken. Liefde. Oké, toch geen zo'n liefde, want die loopt gewoon weg. Is er hier nog iemand in de sens? Oeh, die is misschien een man misschien? Oh nee, die lijkt zo eng. Oh. Al die vrouwen zo onknap. Misschien moet ik wel toch naar huis gaan. Dat nog lukt,
om mijn vrienden ergens te vinden. Ik wil wel nog even dit even laten lopen. Oh, wat? Ik kan dat even goed thuis doen, want ik zit hier toch bij mijn huis. Die mens is toch maar eng. Jij. Oh, ze is zo moe. Ik heb eigenlijk nog geen zin om deze aflevering te eindigen. Laten we gewoon nog eventjes doordoen. Misschien eindig ik hem dan morgenavond vroeger in de Dead Sims dagje. Geen idee. Dit mag wel verder gaan slapen, anders duurt deze aflevering toch eindeloos. Op mijn snel. Waarom gaat dat niet sneller? Zonder dat ding nog daar is. Ta. Ik ben ook zeer actief de laatste tijd op Musical.ly. Ik vind dat wel leuk. Dus als jullie me volgen, linkje hieronder. Het is nu af. Het is nu af. Spoel nog steeds niet snel door. Ah, nu. Oef, eindelijk. Let niet op de rommel in de achtergrond. Ik moet nog opruimen. Oh, mijn zus is wakker. En ze moet plassen. Ik moet vandaag niet werken. Komt goed uit. Dan kunnen we dingen doen. We starten met yoga. Nee, ik heb geen zin om af te komen. Oeps. Ik moet ook echt een leukere club vinden. Uw tuinkabouters of krachtpatsers. Ik weet het niet. Trouwens echt nog verder doen. Misschien kan ik verder doen aan mijn ding voor meesterkok. Dan gaan we een bedachtzame douche nemen. Na deze yoga sessie. En dan gaan we koken gewoon. Het is lang geleden dat ze nog gekookt heeft. Ik ben al geïnspireerd. Ik moest eigenlijk helemaal niet douchen. Tofu tacos. Tacos. Nepbeeldjes. Wat zijn nepbeeldjes? Een vegetarische variant van... Geen idee.
Post. Waarom heb ik nooit post? Sonja. Dat is Bergen. Ik ben de gekookt van vandaag. Hoeveel volgers heb ik eigenlijk? 240 in staan. Ken ik eigenlijk ondertussen al iemand kunnen op? De Brent. Oeh, en dat is het rood en. Niet vallend op vrouwen. Wie nog? Kennen we nog? Arm. Goed rood. Erik. Ook gedrood? Waarom is iedereen gedrood? Gunther is nog niet gedrood. Ik ga een sms versturen naar Gunther. Gunther. Als je ooit wil lachen met de G en de G van de slang, is het nu het moment. Is nu Gunther omhoog gegaan door die sms? Is het Gunther? Wel Gunther. Wel beantwoorden. Dat is wel een raar functie, is dat zelf. We gaan kletsen met Gunther, als hier tussen staat. Nope. Is er misschien iemand op het plein? Ah, hier is Hunter. Waarom doe ik er eigenlijk mee? Ik weet niet eens waarvoor dat ze demonstreren. Ja, ze zijn al gedaan. Jij. Nou, waar ga je? Op een bankje is het tof. Wel, schrijf assistent. Dat is wel iemand voor mij. Creatief. Loopt die nu weer weg van mij? Wat hebben al die mannen tof? Waarom lopen alle mannen weg van mij? Trouwens, vrolijk Pasen! Deze aflevering komt uit op Pasen. Heb je al eitjes gegeten? Hopelijk wel. Oeh, mijn Sims luid staan nog aan. Ik had daar helemaal niet aan gedacht. Was dat irritant? Nee, ik ben lief dat. Ja, ik koken wij ook nog niet best mocht er. Hey, niks willen. Oh, het is vrijgezel. Maar hij vindt mij niet leuk. Hij vindt mij echt niet leuk. Jeps. Ondertussen. Oh, gewoon.
Loop gewoon rond dat muurtje. Ah, we gaan naar huis. Het is hopeloos. We gaan iets werken aan mijn grappen skills. Dan kunnen we nog eens bellen met Gunther. Als hij al thuis is. Bellen gaat meestal beter dan effectief met mensen spreken. Tot op een bepaald punt. Als je vriendschap goed genoeg is opgebouwd. En zo het liefdeaspect bent komt, dan moet je ze wel nog krijgen. Maar voor de rest kan dat redelijk vlot aan het telefoon. Dacht even dat onze buurvrouw een inbrekster had. Oeps. Ga je nog lang ballen eigenlijk tegen jezelf? Straks kan ik niet meer bellen naar mijn geliefde Gunther. Ik voel me al ongemakkelijk, want ik ben weer moe. Geen probleem, dan doen we de volgende aflevering gewoon verder met Gunther. En als ik het onthoud. Dan... Suggesties voor activiteiten die ik met mijn Sims moet gaan doen, is ook altijd welkom. Die zijn ook altijd welkom. Oh, moet mijn buren echt weer lawaai maken? Daar wordt ze echt zo ontant van. Ik heb daar geen zin om dan iets door te gaan zeggen. Wat voor eten is dit eigenlijk? Nou, die BLT. Het is leuk frietjes, maar vals gebed ernaast. Wat? Ik kijk nu frietjes, maar vals gebed. Of zo, dat zo. Of is een BLT zo'n sandwich? Slim voor. Kun je echt gaan kloppen? Ja, we gaan. We zien ook maar onze buren, nee, want niemand zou dat ooit lukken. Te rammelen. Laat mij slapen. Ik dacht van alles gewoon, maar nu mag ik mensen geen lawaai maken. Oké, nu gaan we echt deze Sims-video afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.